Toen André Schonebeek en ik, Joep Koch, enthousiast begonnen als vrijwilliger bij Alzheimer in Nederland, kregen we het verzoek, en niemand zei hoe, om te kijken hoe we gemeentes zouden kunnen beoordelen of ze dementievriendelijk waren. Nou, omdat vrijwillig niet betekent niet professioneel, begonnen we om een vragenlijst te maken. En, gekoppeld aan die vragenlijst, een spinnenwebsdiagram. En dat spinnenwebsdiagram was eigenlijk het ei van Columbus. Want hiermee konden gemeentes, belangenbehartigers, iedereen kon zien wat de voortgang was van een bepaalde gemeente om dementievriendelijk te worden. Alzheimer Nederland herkende dit, aangejaagd door ons enthousiasme, en we hebben een web-based versie gemaakt. Nu, inmiddels bijna 10 jaar verder, is er een kaartje van Nederland waarbij we hard op weg zijn om heel Nederland te kunnen beoordelen of dat dementievriendelijk zijn.